Het was een moeilijke keus, maar de menselijke maat heeft uiteindelijk gewonnen. En zodoende is de winnaar geworden, Rietel. Een prachtige aandenken aan deze prijs. Geweldig. En als het goed is, zijn er ook nog bloemen. En ik heb het werk nog niet gezien. En dat mocht ook niet van Menno Dimitri, want ja, er wordt dan op je gelet als je hier rondloopt. Dus ik maak graag zo meteen een rondje te beginnen bij jou, Riet. Helemaal goed. En nogmaals van harte gefeliciteerd met Herman Krikka prijs 2023. Helemaal bedankt. Riet Telgenhoff, van harte gefeliciteerd met de Herman Krikka prijs. Dankjewel. En ja, had je dit verwacht? Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet. Dus ik ben heel erg verrast. Je staat er ook heel verrast bij. Jouw kunstwerk, kan je iets over vertellen? Wat is het voor kunstwerk? Nou ja, het is... wat is voor kunst? Ja, het is een object. Maar ik zag die kooi en ik denk... Dat is onze toekomst. Als we niet oppassen, worden we allemaal gekooid. En... Daar is het op geïnspireerd, ja. En ja, dat voelde je ook zo. Maar dat heeft de jury waarschijnlijk ook geïnspireerd. Ja, gelukkig wel. Jij was hier vanmiddag aan het dansen. En wat voor dansen waren dat? Dat is eigenlijk improvisatiedans, gebaseerd op gevoel. Dus dan zet ik muziek aan en dan ga ik dansen bij wat me gaat ingeven op dat moment. Juist, en je had een pak aan wat helemaal onder de verf zat. In hoeverre had dat ermee te maken? Vanuit de kunstatelierroute heb ik met kunstenaars dat pak beschilderd terwijl ik aan het dansen was.